Babyleeuwtjes. Oh, het zijn er heel veel. Kijk dit beest. Kijk dit beest. Welkom weer terug bij een nieuwe Afrika-vlog. Dit is de derde Afrika-vlog. En wat een plek in godsnaam waar wij wakker worden, jongens en meiden. Wauw. Dit is zo ongelooflijk mooi. Melanie is hier trouwens ook al bezig. Hi. Goedemorgen. Kijk eens. Ik had beloofd aan jullie in de vorige vlog dat ik zou laten zien waar wij zijn. En dit zijn dus de Tarangire treetops. En dit heeft Tanzania specialist voor ons gefixt natuurlijk, net zoals alles. En het is zo ontzettend mooi. Het is hier zo fucking gaaf. Ik bedoel, kijk dit bed. Het is echt een enorm groot verblijf. Maar het uitzicht waar wij mee wakker worden deze ochtend. Je kijkt gewoon recht de wildernis in. Als we deze omhoog ritsen. En we gaan naar buiten. Ik bedoel, kijk eens eventjes. Dat is een ander huisje, dat is van mijn ouders. Dat kan je niet helemaal goed zien nu, want er staat een boom voor. Maar dit, hier, we zijn gewoon op een treetop. En hieronder kunnen gewoon allerlei dieren rondlopen. Je hoort ze ook in de verte. Gisteravond laatst zagen we hier ook al impala's die gewoon hier zo rondlopen. Maar er kunnen hier dus ook olifanten komen, leeuwen, alles kan hier zomaar rondlopen. Het grappige is aan dit verblijf dat we een walkie-talkie hebben gekregen. Deze. Je mag dus ook niet hier buiten zomaar rondlopen. Je moet ook weer escort hebben en veilig naar de lobby gebracht worden. Want er kunnen hier dus, zoals ik al zei, allerlei dieren rondlopen. Can you pick us up at room 9? Room number 9? Yes, room number 9. Right. Het is fucking ziek, jongen. Dit is echt ziek. Even serieus. Net alsof ik in de prehistorie zit, maar dan met een walkie-talkie of zo. Nou, we verlaten het huisje. Ze staat beneden hier op te wachten op ons. Kijk, we moeten via een trap, want we zitten dus in een boom. Good morning. Zo, we zitten lekker aan ontbijt en ik heb muesli. Ja, en we hebben hier... Sorry. Wow. Oh mijn god. Je hoofd staat er niet alleen nog. Maar we hebben ook een heel mooi uitzichtje. Dit bedoelde ik. Vanuit de kamer zie je daar nu. Kijk, daar zijn ze. Zebra! Ja, zebratjes. Heel veel hier zo in de omgeving nu. Het is wel grappig, ze dragen hier gewoon de koffers ook op hun... hoofd. Kijk, dit hier op mama de telefoon, want we zijn in de lobby. Dit zijn allemaal vleermuizen. Hier zo, al die stipjes die je ziet op de telefoon. En die zitten allemaal gewoon hierin, in deze boom. 500 vleermuizen gewoon midden in de lobby van de plek dus, waar we deze nacht hebben verbleven. Ja. Nou, we zitten weer. Hey. Daar zitten we weer hoor. We gaan door naar weer een prachtige plek. En meer ga ik lekker niet vertellen. We zijn dus eventjes uitgestapt, want er zijn hier dus kinderen die wat dingetjes willen en we gaan ze eten geven en wat andere dingetjes waar ze waarschijnlijk blij van worden. Kijk, we geven ze koekjes en we hebben ze fluitjes gegeven. Eet smakelijk al. Dat verstaan ze niet, maar dat maakt niet uit. Kijk, ze hebben door hoe het werkt. Ze zijn nu lekker aan het fluiten. Happy people! Yeah! Bye bye! Kijk, zomaar spotten we allemaal apen hier langs de weg. Die kont zien er zo vies uit. Eeuw. Oh, en daar zit ook een kleintje erbij. Deze twee zijn elkaar aan het ontvlooien. Lekker hoor. Gewoon hier zo op de weg, omdat hier rechts allemaal bananenbomen zijn. Dus daar gaan ze op af. Jongens en meiden, hier achter me zie je dus echt een super mooi groen gebied. Maar we zijn dus net al apen tegengekomen, ook gewoon rennen op de weg. Maar we zijn dus op dit moment onderweg, wat ik nog niet verteld had, naar de Serengeti. Dat is dus echt... de plek waar je op safari kan gaan. En daar is gisteren waarschijnlijk helemaal niks bij. Dus hopelijk kunnen we vandaag ook de leeuwen gaan spotten. De cheetahs. En de cheetahs, daar gaan we echt van uit natuurlijk. Maar we zijn nu een berg aan het oprijden. Het is super lekker warm. En we zijn gewoon onderweg, want we moeten best nog wel een paar uurtjes rijden. We maken eventjes een tussenstopje. Maar het regent in Afrika, dat zou je niet zeggen. Ja, koffie drinken. Inderdaad. Maar het regent dus helemaal. Het is echt super raar. En deze vogel staat hier gewoon lekker te genieten in de regen. Het is gestopt met regen en we zijn er even uitgegaan. Want kijk, ik moet heel stil zijn. Hoor je?
Nog nooit zo dicht bij een zebra geweest. Het boeit hem helemaal niks. Leuk dit? Ja. Huh? Hij komt gewoon naar mij toe. Ik denk dat ik nooit meer in mijn leven zo dicht bij een zebra kom. Check wat we gespot hebben. We zijn nog geen 5 minuten in de Serengeti. En we hebben een hyena gespot. Kijk, ze rennen weg nu. Dit zijn echt vieze beesten als ik eerlijk ben. Ze rennen nu helemaal weg. Daar zie je iedereen lopen en daar in de verte ook. Oh, yo. Kijk dit beest. Kijk dit beest. Oh, hij ziet er zo eng uit. Oh mijn god. Oh mijn god. Wow. Wat we nu gespot hebben. Babyleeuwtjes. Oh, het zijn er heel veel. Take as much as you can. Oh, wat schattig dit. Kijk ze daar boven. Hij gaat nu de boom in. Ja. We hebben dus eerder babyleeuwtjes gezien dan grote leeuwen. Ergens hieromheen loopt dus ook de moeder rond. We weten alleen dus niet waar ze is. Jongens, even serieus. Hoe gaaf is dit? Ja, dit is niet normaal. Echt, hè? Dit is echt niet normaal. Oh, hij komt. Hij komt gewoon. Ze luisteren. Het zijn tweeën. Leeuwtje. Leeuwtje. Oh mijn god, kijk hoe dichtbij. Wauw. Kijk hoe schattig. Dat vachtje. Ik dacht, de hyena's zijn het hoogtepunt van vandaag, maar de leeuwtjes nu sowieso. En het is al bijna donker aan het worden ook. Het is zo gaaf. Jongens, ik kan hier niet... Ja, oké, ik ben sprakeloos. Doei baby leeuwtjes. Doei doei. Cheetah gespot, ook nog eens vandaag. Ja hoor, waar dan? Oh ja, kijk eens hoe dichtbij. Ja hoor, we zijn er. Oh. Deze vacht ook weer zo dicht bij de auto. Oh, kijk hoe slank die is. Wow. Even serieus, ineens zien we echt fucking veel van deze beesten. Te zien. Ook heel dichtbij. Serieus, kijk hoe dichtbij het bij de auto ook weer is. Hier lopen ze. Wij staan hier gewoon. Eén hap en we zijn dood. Dit zijn de nijlpaarden. Kijk eens, lekkere stinky beestjes. Oh. Zoals je kunt zien zitten daar ook in het water. Die zijn er lekker nog in de modder. Daarom stinken ze ook waarschijnlijk zo. Maar aan het eind van de dag komen ze eruit omdat het nu donker aan het worden is. Ik vind deze beesten er altijd heel apart uitzien. En daarachter staat ook een babytje. Kijk. Oh, wat een staartje. We zijn aangekomen op de volgende bestemming. Iedereen bijna klaar. Zit al allemaal vliegjes op de rand van de auto ook. Of naar termieten, denk ik. Ja jongens, zo gaat het in Afrika. Door de wildernis. Naar je verblijf. Het tentenkamp. Midden tussen de leeuwen ook gewoon. Ik zet eventjes een zaklamp op mezelf, want anders ben ik hier waarschijnlijk niet heel erg goed zichtbaar. We zitten op dit moment in een tentenkamp. Kijk, dit is het tentenkamp waar we in zitten. Het is best wel mooi. 2 grote bedden, super luxe. Of nou ja, luxe. Het is gewoon allemaal in een tent. We hebben hier zo een badkamer en natuurlijk ook hier zo een hele grote spin. Nou ja, zo groot is die nou ook weer niet. Maar dit is dus de plek waar wij 2 dagen verblijven. En ja... Hier gaan we dus ook op safari weer morgen. En nog meerdere dingen doen natuurlijk. Want dat blijft... Alleen het is wel heel raar dat je gewoon in een tentenkamp zit. Midden in, zoals ik net al zei, gewoon weer de Serengeti. Company, hè? People following you. Kijk, zelfs het eten hier. Allemaal in tenten. Hier ga je gewoon naar buiten. En hier achter mij lopen dus ook gewoon de dieren weer los. Ik zit nu lekker aan een soepje. En wat zit jij aan? Oh. Dan heb je een mooie trui aan, meid. Een Chio trui. If you're afraid, you go to Jozani. Zo, de klamboe en we liggen in de tent. Hallo papa, mam. Hallo. Oh, ben je lekker naakt? In ieder geval, we hebben net een escort naar de tent gehad en blijkbaar staat er dus een buffel achter de tent. Alleen het is pikken donker, dus je kan het niet zien. We hoorden net ook het geluid van hyena's. Ja, je hoort de buffel ook, zeg maar. Maar in ieder geval, we gaan waarschijnlijk allerlei geluiden ook nog horen vandaag en morgen en vannacht vooral.
Maar dit was de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. We zijn aangekomen in de Serengeti in een tentenkamp en we blijven hier voor 2 dagen. Hopelijk gaan we echt de leeuw zien morgen. De mannelijke leeuw met de manen en alles. Want die hebben we nog steeds niet gezien. Wel de babywelpjes. Of de welpjes gewoon. Maar dit was het. Jongens en meiden, doe nog even een blauw duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan wil ik jullie hopelijk morgen weer zien bij een nieuwe vlog. Dus doei.